druk. Het is mooi weer, dus daar hebben we geluk mee. En voor de rest is het even wennen voor iedereen, hè? Voor ons en voor het publiek eromheen. Ja. Auto's parkeren. Dus dat zijn wel even de zaken. En voor de rest gaat goed, volgens planning. Ik vind het mooi worden. Ik denk dat het lekker snel gaat. Ja. Want voor de eerste fase staat 8 weken, heb ik begrepen. En, ja. Ze maken aardige vordering. Maar het is geen verrassing voor je dat ze begonnen zijn? Nee, het was aangekondigd in de krant en we wisten het. Ja. Dit gaat in een 4-5 man. Maar waarom duurt het zo lang? Het is niet alleen stenen eruit, stenen erin. Nee. Want dat had veel sneller gekund. Het is voornamelijk de ondergrondse infra van een gescheiden rioolstelsel. Met alle infiltratievoorziening voor het regenwater. Wat ze hier terug in de bodem gaan brengen in plaats van het af te voeren via het riool. Ja, het is een topje en het is lastig nu om het autootje te parkeren. Maar het zal wel mooier worden, denk ik. Het zal er wel op vooruit gaan. Was het een verrassing voor u? Nou, ja, de eerste keer wel dat ik hier kwam om boodschapjes te doen. Toen dacht ik, wat is er nu aan de hand? En het eerste wat mij opvalt als ik hier in deze parkeerplaats ronddool, dat ze alle platanen weggehaald hebben, behalve 2. En er zit ook wel een lintje om. Dus of die nog verdwijnt, dat weet ik niet. Nee. Het is natuurlijk wel zonde, want nu is het een kale business uiteraard. Ik ben benieuwd wat voor bomen we terugkrijgen hiervoor. Nou, dat ze het veranderen, dat wordt al een keer tijd ook, want het is wel echt puur ouderwets zo allemaal. Je breekt je nek over al die stenen die omhoog liggen en veel te smal die parkeerplaatsen. Ja. Dat vind ik ervan, dus voor de rest, ja, meer... Aanvankelijk was ik geschokt en ook boos toen ik zag dat alle bomen, platanen, vooral de mooiere, dikkere, omgezaagd waren. En ik dacht, wat een kaalslag. Maar goed, het kan er ook nog wel bij in Baren, dacht ik. Ja. En nu loop ik hier en ik zie hier, nou wijs ik er even naar, voor het eerst vandaag de herinrichting met een voorstelling erbij van hoe het eruit gaat zien. Ik hoop dat dat ook zo is. Ik ben blij dat ze er ook moois van gaan maken. Ja? Ja. Wat heb je er vertrouwen in? Ik heb er zeker vertrouwen in. Ze hebben van de laatste dag wat moois gemaakt, dus dit zal ook wel goed komen. Ja, en de bomen weg, dat vind je niet een probleem? Nee, ja, het is voor nu even kaal, maar er komt wat moois voor terug. Dus ja, het hoort erbij. Je kan het altijd laten zoals het is, maar op een gegeven moment moet je ook vooruit. Hè? Het ziet er verzorgd uit. Ja. En toen ik hier rondliep, net, toen dacht ik, ja, ik begrijp het eigenlijk ook wel van die bomen. Want als ik kijk naar het gedeelte waar de wortels de grond in gaan en de grond omhoog geworpen wordt, is het wel heel erg lelijk en ook omhandig. Omhandig, want je kunt niet meer in de buurt van een boom parkeren. De stenen worden omhoog gewerkt. Eindelijk gaat het gebeuren, ja. We zijn er blij mee.